Goedemorgen, lieve mensen. Er zijn vandaag een beetje te weinig koorleden, dus ik mocht alleen maar voorgaan als ik ook meezong. Niet dat ik de noten ken, maar we doen ons best. Goedemorgen op deze stralende zomerse zondagmorgen 11 juni. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Van al jaren hier, van iedere zondag, van zo nu en dan, van zo af en toe, ook op de Zoom, welkom. Welkom is een heilig woord in een wereld waar niet zoveel meer welkom is, waarin velen niet welkom zijn, waarin zoveel niet rechtvaardig is, waarin we meer en meer gewend raken aan ruwheid, en verharding. Dus voel en weet je welkom vanochtend in dit uur. 11 juni, de 162ste dag van het jaar. Er volgen nog 203. We zijn bijna op de helft. 11 juni, in de katholieke traditie de sacramentsdag. De gewijde handeling waardoor God tot de mens komt of de mens tot God. We zullen het zien vanochtend. 11 juni. De dag dat in 1964 Nelson Mandela veroordeeld werd tot levenslange gevangenisstraf. Later een symbool van een onredelijk godsvermoeden. De woorden onredelijk godsvermoeden, de titel van deze viering, zijn de woorden van Huub Oosterhuis. En de ondertitel van vandaag is Ode aan Huub. Wij zongen hem in het openingslied. En dat ik dit was en geen ander, dit overschot van stof van de aarde, dit was mijn liefde, hier ben ik. Huub was mijn leraar. Van hem heb ik het preken geleerd, voor zover ik dat kan. Van hem en bij hem heb ik een poging gedaan om bezielende taal af te kijken. Hij leerde mij dat op drie manieren. Hij omringde mij altijd met intimiteitstaal. Dag jongen. Ach jongen. Jongen, kijk. Hier heb je een wit steentje, stop het diep weg in je broekzak en hou het vast tussen je duim en wijsvinger, iedere keer als je dat nodig hebt. Hij gaf mij een aantal jaren geleden ook een definitie over geloven, waardoor ik weer in kon stappen. Hij zei, geloven is niets meer en niets minder dan met elkaar afspreken dat we de moed erin houden. En dat, zo zei hij,
is een heel moeilijke opgave. En dan tenslotte leerde ik van hem dat je de Bijbel kan lezen als een politiek boek. Een tegenstem geschreven voor en door mensen die steeds opnieuw zoeken naar gerechtigheid. Ik mag vanochtend voorgaan met mijn collega, vriendin, bondgenoot, mede-activiste voor gerechtigheid Anja Meulenbelt. Op weg naar haar 80ste levensjaar gaat zij onvermoeid en onverschrokken door met, zoals Hubert tegen haar zei, waartoe ze geroepen is. Namelijk onrecht aan de orde stellen. En als schrijfster heeft ze daar inmiddels 52 boeken over geschreven. Ze is politica en feministe die rechtvaardigheid onvermoeidbaar op de agenda zet. We hebben 30 jaar samen gereisd, gewerkt, gedacht, gehuild, gelachen, gedronken en we hebben afgesproken niet op te geven. Wij oefenen steeds opnieuw in een onredelijk godsvermoeden. We hebben teksten gevonden en gekozen over woede, wanhoop, vrede en liefde en willen samen met jou in dit uur zoeken naar bemoedigende taal in een wereld die zo vaak ontmoedigt. We zingen liederen van Huub en lezen zijn woorden. En daarover zei Huub: soms kun je maar beter zingen, want de woorden worden soms te protselig. Ik dank het koor. Ik dank Henk. Ik dank Irine dat ze niet aflaten deze vieringen omlijsten, zodat wij aangeraakt en opgetild kunnen worden. Ik dank jou dat je hier vandaag gekomen bent. We zingen waarom. We zingen wanneer. Vervreemd als we soms zijn, hereigend om weer ergens thuis te komen. Zoek geraakt en ook hervonden. De vraag is, wie zijn wij? Laten we stil worden om bij onszelf aan te kunnen komen. Thank you.
klaagzang en klacht over u. Gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt. Zo spreekt wie gij noemt onze God. Ik kan uw psalmen niet luchten. Spaar mij uw liedjes, uw fluiten. Doe stromen als een rivier, onstuitbaar als levend water. Doe stromen gerechtigheid. Gij die uw plannen smeet om de misdeelden te doden. Gij die praat in uzelf, ik koop ze voor geld de minsten, voor een paar schoenen de armen. Daarom wankelt de aarde. Daarom wankelt de aarde. Klaagzang en klacht over u. Deze tekst is de herdichte deel uit de Bijbel waarin Amos, de profeet Amos, aan het woord is. En ik lees dit voor met een enorme dank aan Huub Oosterhuis en vandaag aan Jan André, die mij de gelegenheid geeft om hier een kleine en ook persoonlijke herdenking te houden. Het was een verrassing voor mij dat de Bijbel dit soort opstandige en opruiende teksten bevatte. Ik ben niet opgevoed met de Bijbel, zoals velen van u waarschijnlijk wel. Het was voor mij nieuw. En ik heb dit geleerd van Huub Oosterhuis, die een hele belangrijke leermeester voor mij is geweest en in feite nog steeds, want zijn teksten, zijn erfenis leeft en hebben wij. Ik heb hem ontmoet voor het eerst ergens in de jaren 80. Ik was uitgenodigd in de Rode Hoed om door hem geïnterviewd te worden in de serie Geschiedenis Actueel over de vrouwenbeweging. Het was een prettig gesprek. Vlak voor de pauze vroeg Huub aan mij, en wat heb jij met geloof? Niets, zei ik, naar waarheid, dacht ik. Ik zal nooit die blik vergeten, de ironie erin. Dat in de trant van maak dat de kat wijs. Laten we het daar na de pauze nog even over hebben, zei Huub, maar daar kwam het niet meer van. Oosterhuis was de directeur van de Rode Hoed en ik werd toen een van de mensen die daar meewerkte, programma's maakte, meehielp een serie boeken op touw te zetten, te schrijven voor het blad Roodkoper. En intussen was ik wel nieuwsgierig geworden wat er op zondag in ditzelfde gebouw gebeurde, het moment dat de Rode Hoed weer een echte kerk werd. Is dat wat voor mij, Huub? Vroeg ik. Nou, je kunt gewoon een keer gaan kijken, zei hij, wat ik deed. En tot mijn verrassing werd ik geraakt. En diep geraakt. Ik was in tranen door de woorden, door de liederen. En ik ging de volgende keer week weer en daarna. Er volgden een paar jaren van een intensief proces van afleren en bijleren. Ik kon bij Huub al mijn twijfels kwijt. Mijn kritiek op de vreselijke geschiedenis van de kerken, de bondgenoten van de status quo. Altijd aan de kant van de machthebbers. De kerken die vrouwen onder druk zetten om nog meer kinderen te krijgen, die ons leerden om homo's te verachten, die de moeder van Huub wijs had gemaakt dat een vroeg overleden kind dat nog niet gedoopt was, niet in de hemel zou komen. En wat er onder al die geruchten over God, zoals Huub ze noemde, tevoorschijn kwam, was de oorspronkelijke kern van het geloof dat altijd ging over het bevrijdingsvisioen. Uittocht uit alle vrede, slimme, martelende slavernijsystemen ooit en steeds opnieuw bedacht. Ik leerde over de profeten Jesaja, Amos, Jezus en ja, zelfs Marx. Een geloof waar ik in thuis kwam, een geloof dat er kennelijk altijd al had gezeten onder die dikke dekens van oordelen. En dat Huub met zijn scherpzinnige blik onmiddellijk in mij had herkend. Jij bent ook zo'n geroepene, zei hij een keer tegen mij. En toen ik protesteerde, zei hij, daar hoef je helemaal niet zo zwaar over te denken. Je komt toch ook wel eens ergens dat je denkt, ik kom hier als geroepen? Nou, dat. En dat herkende ik. Het was in 2003, 20 jaar geleden, dat ik me in de Ecclesia liet dopen.
met de woorden die u mij meegaf, je toevertrouwen aan onbewezen woorden. Dit is een van de laatste gedichten die Huub Oosterhuis schreef voor hij overleed op Eerste Paasdag. Ben van religie niet. Heb wel de stem gehoord van het bevrijdingsvisioen dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven. Gelijke rechten op geluk, de zachte krachten van de solidariteit, genadebrood voor ieder mens. Uittocht uit alle vrede, slimme, martelende slavernijsystemen ooit en steeds opnieuw bedacht. De stem die dit tot mijn geweten spreekt, is God voor mij. En als ik zing, uitzinnig, ingetogen, in eigen zielentaal of Bach aanhoor, het gaat over dit, die God alleen. En verder, godsdienst, geen. Ik laat nu Huub Oosterhuis zelf aan het woord uit een prachtig boekje dat hij heeft geschreven. Dat heet Ik versta onder liefde. De Bijbel is het verhaal over een God die bevrijding wil uit onderdrukking. God is hij die de ellende van de onderdrukte ziet, die hun klachten en noodkreten hoort. In de woorden onderdrukking en bevrijding wordt een oordeel over de wereld uitgesproken, dat er onderdrukt wordt en dat er bevrijd moet worden. Waarom een betere wereld? Is deze waarin wij leven, die in tientallen eeuwen is gegroeid en opgebouwd, niet goed genoeg of minstens de best mogelijke? Dat is een redelijke vraag. Het antwoord luidt nee. Omwille van de miljoenen verworpenen der aarde luidt het antwoord nee. Een betere wereld is daar waar het recht van de zwaksten het eikpunt is van onze normen en waarden. Beschaving is dat wij andere mensen van waar ook ter wereld welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn. Bereid om alle problemen die zo'n ontmoeting met zich meebrengt onder ogen te zien en op te lossen.
Beschaving is elkaar helpen onze vreemdelingenangst te overwinnen en af te leren. De woorden rechtvaardige economie staan in dit verhaal niet alleen voor sociale gerechtigheid, maar voor gerechtigheid als levensbeginsel in alle denkbare verhoudingen. Niet alleen tussen arm en rijk, maar ook tussen mannen en vrouwen, kinderen en ouders, oud en jong, blank en zwart, docent en leerling, ziek en gezond. Het lot verdelen naar draagkracht is wat we solidariteit noemen. Of liefde. Alles wat ten goede is. Alles wat zingt en vervoering brengt. Alles wat troost en tot bezinning leidt. En alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor zoveel mogelijk mensen, noemen we liefde. Dank je wel, Huub. Over een onredelijk godsvermoeden. Anja Las Amos. Ik hef een rouwklacht aan over u, gij die de zwakkeren vertrapt, onschuldigen mishandelt, gij die plannen smeet om de misdeelden bij de grens te weigeren. Gij die praat in uzelf. Daarom wankelt de aarde. Mijn vraag de afgelopen weken was, kunnen we die zinnen en die woorden begrijpen, navoelen, überhaupt voelen en verbeelden?
kunnen we voelen dat het leven van nu een leven is wat met de dood strijdt. Kunnen we de oorlog en het overspoelde water voelen? Niet kunnen we het zien, maar kunnen we het voelen? Kunnen we voelen wat het betekent om geregeerd te worden, niet door ons parlement, maar door multinationals en de financiële sector? Kunnen we voelen dat sociale media ons zelfbeeld en het beeld van de ander bedreigt, vervuilt, afpakt en verruwt? Anja haalde hem aan. Zou het kunnen dat Karl Marx een profeet was toen hij voorspelde: er is leegte die leegte produceert. De mens wordt als mens misschien armer en steeds minder zachtvoelend en betrokken. De Amerikaans-Japanse geleerde Francis Fukuyama schreef over het einde van de geschiedenis, net nadat de muur gevallen was: nu het kapitalisme alle ideologieën overwonnen heeft, is er geen andere orde meer te verwachten. De nieuwe orde, zo heb ik zelf ook lang gedacht, is superieur en zou vrijheid, democratie en welvaart brengen. Wat volgde was een herhaling, een eeuwige terugkeer van hetzelfde. De strijd van de sterksten, ongelijkheid en onderdrukking, een prehistorisch gevecht. Een wereld, zo schrijft Huub, waarin het recht van de zwaksten helemaal niet het eikpunt van onze beschaving is, maar liever weggemoffeld en vergeten wordt. En zo vergeten dat het onzichtbaar wordt. Ik weet niet of je dat kent, dat onzichtbare. Dat niet meer voelen. Dat niet meer diep voelen als je de beelden op het journaal ziet. Ik weet niet of je dat kent. Ik was 13 toen ik uit huis geplaatst werd. Naar een afgelegen boerderij op het Friese platteland. Om de buitenwereld niet te veel in verwarring te brengen, werd besloten dat ik op dezelfde school in dezelfde stad bleef. Dat betekende dagelijks ruim 3 uur fietsen. Ik geloof dat dat fietsen niet zo erg was. Maar dat elke dag alleen fietsen. Na school niet met vriendjes kunnen optrekken. Tussen de middag opeens moeten overblijven terwijl mijn een jaar jongere zus gewoon naar huis ging. Vanaf dat moment spraken zij en ik op school niet meer met elkaar, simpelweg omdat we de woorden niet konden vinden. Zij woonde gewoon thuis en ik niet meer. Ik speelde niet meer met vrienden, ik fietste 3 uur per dag alleen en naarmate de maanden vorderden, stopte ik met voelen. En naarmate de tijd vorderde, raakte ik een beetje ontworteld. Het proces van niet voelen en van ontwortelen wordt door Hannah Arendt omschreven als dat je in deze wereld geen plaats hebt die door anderen wordt erkend en gegarandeerd. Wie met die zin kijkt naar West-Europa en daaroverheen naar heel de wereld, maakt zich geen illusies over de mondiale taal van het hart. Die taal zwijgt over beschaving, over recht, over rechtvaardig en over gelijk. En voor dit wereldwijde verschrikkelijke alleenzijn van miljoenen ontwortelden bestaan nog nauwelijks woorden. We spreken niet meer over de plaats die erkend en gegarandeerd moet worden, maar over de instroom verminderen en de buitengrenzen versterken. Het voelen wordt vermoord. En dan hebben we het nog niet over al die mensen die mentaal ontworteld zijn, die met hun leed, hun verdriet en hun eenzaamheid, zoals Herman van Veen het zegt, keurig aangekleed over straten naar hun werk gaan. Die, zoals wij met ons allen doen, alsof er niets aan de hand is. Jezelf niet laten kennen, jezelf niet laten zien, is ook verbonden met de taal waar Amos tegen tekeer gaat. Spaar mij uw mooie liedjes en fluiten, ik kan uw psalmen niet luchten. Maar dan begint Amos te roepen. Hij roept ons aan deze ochtend en alle dagen, doe stromen.
als een rivier onstuitbaar, als levend water doe stromen gerechtigheid. Karl Marx, die ik zo net aanhaalde en citeerde, wordt voor velen gezien als dwepen met de vroegere Sovjet-Unie, het goed praten van het Stalinisme en de gevallen muur vereren. Zijn visioen en analyse is gedateerd en achterhaald, zo vinden velen. Ik ook heel lang. Maar ik las zijn geschiedenis opnieuw. Marx, kleinzoon van twee Joodse rabbijnen, opgegroeid in een traditie van Bijbels gerechtigheidsverlangen. Ik citeer. Ga ervan uit dat de mens een mens is en dat zijn verhouding tot de wereld menselijk is. Dan kan je liefde alleen met liefde beantwoorden en vertrouwen met vertrouwen. Citaat nummer 2 uit datzelfde boek. Wanneer aan de uitbuiting van mensen een einde wordt gemaakt, zal de vermoeide aarde van vuil gezuiverd zijn en zal de wereld opnieuw tot hof worden. Dat is zijn socialistische droom die samenvalt met het visioen van Jesaja. Jesaja die spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zijn uitspraak over dat godsdienst opium voor het volk is, gaat over misbruikte kinderen en liegende kerken. Huub is mij ons voorgegaan in het aanreiken van nieuwe verbindende en voelende taal. In het laatste lied voor deze overweging zongen we dat ik niet uitval. Dat wij allen, zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. En zo brengt hij mij op het pad dat er op deze aarde een ander leven mogelijk moet zijn, anders dan mijn eigen ontwortelde achtergrond. Anders dan ons collectief gevoelloos zijn, zodat de wereld opnieuw tot een hof kan worden. Dat andere leven heeft taal en naam. Het heet Nieuwe Aarde waar gerechtigheid woont. Het heet Goed Wijd Land. Het heet Stad van Vrede. De Bijbel, zo zei Huub tegen mij, is een groot poëtisch aardeverhaal. De Bijbel heeft niet de hemel ontdekt, als hiernamaals, als rijk in de wolken, als laatste toevlucht of als beloning. Maar de aarde, als plaats voor menselijke bestemming. Dit uitheemse boek, in een gecompliceerde traditie aangereikt, tracht ons te openen naar solidariteit en liefde. De vraag is, hoe lees je deze aardepoëzie? Als feitelijk of als een verbeeldingsbericht? Het aardeverhaal vertelt in honderden variaties dat mensen thuis kunnen komen, dat we kunnen verdelen naar draagkracht en dat we kunnen bijdragen aan meer recht en vrede voor zoveel mogelijk mensen. Al dat wat troost en bezinning creëert. Over 3 weken, Katie Coty, buigen en herstellen. Mijn hart vol voelen, vol verbeeldingstaal, vol van verlangen, brengt mijn verstand telkens weer op het idee dat het moet kunnen. Dat het zal zijn, zo'n aarde als we niet opgeven. Zo'n aarde waar mensen niet uit elkaars genade vallen. Dag jongen. Dag Huub. Thank you.
In deze vieringen oefenen wij met elkaar waar we voor staan. En wij noemen dat de geloofsbelijdenis. U bent van harte uitgenodigd om dat mee te oefenen. Dan gaan we staan en dan zeggen we hardop de volgende woorden. Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, in de taal van wapens, in de macht van de machtigen. Ik wil geloven in het recht van de mens, in de open hand, in de macht der geweldloosheid. Ik zal niet geloven in ras of rijkdom, in voorrechten, in de gevestigde orde, maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn, dat de orde van het onrecht wanorde is. Ik zal niet geloven dat ik verdrukking daar kan bestrijden als ik het onrecht hier laat bestaan. Maar ik wil geloven dat recht één is, hier en daar, dat ik niet vrij ben zolang er nog één mens slaaf is. Ik zal niet geloven dat de liefde een begoocheling is, vriendschap onbetrouwbaar en alle woorden leugens. Maar ik wil geloven in de liefde die alles verdraagt, in de weg van mens tot mens, in een woord dat zegt wat het zegt. Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk zijn en de vrede onbereikbaar. Maar ik wil geloven in de kleine daad, in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde. Ik zal niet geloven dat alle moeite te vergeefs is, dat de dood het einde zal zijn. Maar ik durf te geloven, altijd en ondanks alles, in de nieuwe mens, in Gods eigen droom, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Amen. Dan gaan wij nu collecteren. Wij vragen u heel veel geld om deze wekelijkse vieringen te kunnen houden en deze gemeenschap te laten zijn. Je kan ook overmaken door te scannen. Je kan ook zometeen tijdens de muziek het geld geven. Dank je wel, alvast. Wij gaan naar ons ritueel van breken en delen. Adelheid, welkom. Voor dat ritueel nemen wij altijd de intenties mee die opgeschreven staan in het groene boek, wat elke week voor in de kerk
ligt. En voor vandaag is daar geschreven voor mijn vader die dinsdagjarig is en zijn vijfde bonusjaar ingaat, ontzettend dankbaar dat hij er nog is. Voor compassie en lichtheid. Voor Ada, het is vandaag precies een jaar geleden dat we afscheid van je hebben moeten nemen. Voor alle mensen die strijden tegen de opwarming van de aarde. Wij zingen dat een nieuwe wereld komen zal. Ik open dit ritueel vandaag met de allerlaatste woorden van Huub, uitgereikt tijdens zijn afscheidsdienst. Ik was nog jong en kwam op een idee. Ik wou verenigen en inspireren. Veel mensen van verschillende komaf, geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis met grote ramen en een tuin van groen, waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen, waar brood gedeeld wordt en poëzie gezongen, waar uitgedroogde bronnen na een tijd weer levend water geven, waar gezegd wordt: welkom vreemde dolende zielen, welkom in ons midden. Dat ieder woord dat hier gesproken betrouwbaar is. Zo dacht ik, tegen harde feiten in. Een nieuwe zachte aarde. Voor ons allemaal. En op mijn levenspad kwam ik mensen tegen die dit verlangen deelden. Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets. En dan opeens ben je met 2 of 3 of 4 en we lachten. We lachten een oud verhaal naar elkaar toe. Er blijkt taal te zijn voor wat wij hopen. Beelden ooit gevonden voor wat wij,
argeloos als voor het eerst voor mogelijk houden, deze wereld anders. Is er een weg daarheen? Er is een gaan van harten, handen, niemand weet hoeveel. Soms zie je even en soms zie je het niet, maar als je het even ziet, geloof dan je eigen ogen. We spreken af, hier vandaag, geen woorden te vertrouwen dan die ons gaande houden en doen denken dat het bestaanbaar is, een wereld anders. En de woorden die ons die richting opsturen, dat noemen we God. En we spreken af, geen ander te verwachten. Kom dan, want alles staat gereed. Thank you.
Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid, eeuwigheid. Amen. Volgende week gaat hier Natasja Bakker voor. Deze viering, dat wil zeggen de teksten van deze viering, is na te zien en te lezen via de website www.deduif.net. En dan gaan wij nu het slotlied zingen, voordat u weggestuurd wordt met een zegen. Wij zeggen hier soms, niemand aan de koffie zonder een zegen. In de ruimte gezet door haar scheppende hand. In de vrijheid geplaatst door haar woord. In het licht gesteld door haar liefde gaan we op weg, omvat door de zegen, maar vooral om te zijn tot een zegen. De eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen. De eeuwige is achter je om je te beschermen tegen gevaar. De eeuwige is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De eeuwige is in jou om je te troosten in verdriet. De eeuwige is boven u en jou en mij om ons allen te zegenen. Vandaag en alle dagen. Dan blijven we nog heel even staan voor een toegift.
Dankjewel Anja. Dankjewel voor je komst. Fijne zondag. Tot volgende week. Tot ooit. Fijne zomer.